Sjaak Polak die blijft. Volgend seizoen, ongeacht of Lisse degradeert of niet. Zo is het laatste nieuws vanuit Lisse. Dit is Riley Reemnet. Dat is een hele behendige voetballer die heel makkelijk daar zijn tegenstander passeert. Reemnet brengt die bal voor. Dan wordt hij gemist links en rechts teruggelegd. En ja, dan is het 1-0. Lucas Koopmans. Aan de andere kant de thuisploeg weer. Met Koopmans. Koopmans voorzet. En dan wordt hij binnengetikt door Sam van Oosten. En zo is het nog voor rust 2-0 voor Noordwijk. Het is Tim Brinkman. De bal wordt er aangenomen door Musse. Musse, is dit een voorzet? Nee, die bal vliegt zomaar in het doel. En wat een geweldige treffer is dit dan uiteindelijk van Björn Musse. Eindelijk weer eens in de basis. Heeft goede controle over die paas van Brinkman. Ja, en dan ziet hij misschien wel dat doelman Jansen wat voor zijn doel staat. Hij legt hem in ieder geval perfect daar in het doel. En dan is het weer een wedstrijd. Romano de Jonge. Aanval gaat door. Van Eker is. Lisse nu lang in balbezit. Daar is Tim Brinkman weer. Lage voorzet. Ja, die wordt niet echt weggewerkt. En dan is daar de 2-2. Remy van Eker is. Sjaak Polak kan het niet geloven hoe zijn ploeg zwaar onder druk staat in die slotfase. In de extra tijd is dit. Ja, het is een overtreding. Zwetsloot is niet slim. Pakt daar Jesper de Vree om de middelbeet. En scheidsrechter Tom Winkel kan dan niets anders dan een strafschop geven. Hij staat ook verkeerd, Zwetsloot. En dan is het Jesper de Vree, de man waarop de overtreding werd gemaakt, die dan toch kan beslissen. Want we zitten al dik in blessuretijd als de Vree. Hij vertrekt volgend seizoen naar ADO20. Hier de 3-2 scoort, raakt geblesseerd bij het juichen. Maar zet dan toch door om verder te gaan met dat eerrondje. Want het is waarschijnlijk wel de winnende inderdaad. Noordwijk ontsnapt eigenlijk tegen Lisse. En voor Lisse wordt het met de week lastiger om zich te handhaven in de Bad Nation Divisie. Het wordt 3-2.